Anne-Maria. Kijk, normaal gesproken, weet je, in Spanje, dan houden ze van de paella. Maar vandaag gaan we een andere paella maken. El paella negro. Ah, qué bueno. De zwarte paella. Heb je ooit een zwarte paella in je gehad? Jezus. Anne-Maria, koko. Of is het normaal? Heb je ooit negro paella gegeten? Vandaag de eerste keer. Oh, vandaag ga je wat zwart krijgen in je mond. Oké, dan, oké. Ik heb hier een schort voor jou, man. Ik heb een schort voor jou. Kom maar, even kijken, even kijken. Even kijken, dan moet ik hem over jou. Ja, je moet even draaien, toch? Je moet even... Even het strak trekken, toch? Even strak trekken. Simon, jij bent keizer, maar vandaag ben ik die admiraal, toch? Het lukt, toch? Ik denk, ik ben een beetje aan het genieten, toch? Oké, dan. Oké, dan. Jij bent mijn hulp vandaag, Anne-Maria. Oké, dan. Wat we gaan doen is... We gaan eerst beginnen met de uitjes en de knoflook. Moet je even erin gooien. Oké. Okay. Gooi de uitjes. Gewoon alles erin? Alles erin, als het past, toch? Zo'n grote pan, ja toch? Nou, zo heb ik nog nooit gekookt. Nee. Je bent hier ook, maar je wil gelijk dat zwarte ding erin hebben. We moeten eerst een witte bodem creëren dan. Eerst de korrels, rijstkorrels, toch? En dit zijn speciale korrels, even die dikke korrels, toch? Die mogen er ook. Die mogen erin. Hou je van dikke korrels? Of moet het dunne korrels zijn? Waar gaat dit heen? Over... Ik kom naar jouw huis, toch? Hey, de rijst. Oké, dan. We hebben nu de rijst. We hebben alles, toch? Je bent lekker aan het roeren, man. Als je wilt, wil ik ook een keer in jouw potje komen roeren, ja, toch? Oké, dan. En dan nu, man. Oké. Wat nu? Dan nu. Dan gaan we dus nu dan de inkt erin gooien om het zwart te maken. Doe maar... gooi de inkt maar erin. Gooi maar de inkt erin. Doe de rest maar ook erbij, toch? Hoe meer het zwart, hoe beter, toch? Ja, toch? Oké, dan. En dan gaan we dan nu vocht erbij. Ja, roeren toch. En de vocht, de visbouillon, gaan we erin gooien toch. Dat ziet er mooi uit, dit. Sowieso, man. Moet je wel de vocht, want weet je, het moet wel vochtig zijn. Een beetje visbouillon toch. Ja, maar niemand houdt van een droge korrel toch. Moet je een natte korrel zijn toch. Ja, doe maar erin. Het ruikt wel een beetje raar. Het ruikt raar, ja, man. Ja, maar toch. Als het maar lekker voelt, ja toch. Oké, dan hebben we dit dan. Dus je bent lekker aan het roeren, Deze kant moet ook, toch. Dus als je lekker aan het roeren bent, laat me je helpen. Gewoon lekker roeren, toch. Lekker roeren, toch. Draai in die pot, toch. En dan, nu heel belangrijk, de vis erbij. Weet je, schelp, mossel, alles. Want ik hou van mosselen, toch. Dunne mossels, dikke mossels. Ai. Hou je ook van mosselen? Oh, mijn god. Het stinkt, hè. Ja, toch. Oké, dan. Dan gaat het nu pruttelen. Ja. En dan gaan we het even die andere erin bij halen. Dus dan schuiven we deze weg, toch? Ja, toch? Ik moet een keer bij jou komen eten, man. Ja, het lijkt me heel gezellig. Ik eet alles. Mag Simon er ook bij? Sim? Hij mag... Oh, jeet, wat zeg ik nu? Sim, wie is Sim? Wie is... Oh, Sim, Simon. Hij mag het filmen. Ai. En dan is het... Dit hoe het uiteindelijk eruit ziet, want ik had toch, gisteren heb ik dit gemaakt en toch, dit is hoe het eruit ziet. Dames en heren, dit was Paella op zijn zwart met Anne-Marie Keizer. Geef haar applaus. Ja.